in de periode dat ik nu actie voer voor het behoud van een volwaardig Bethesda, heb ik erg moeten boksen tegen een gedachte dat er tegen de grote meneren niet op te boksen valt en dat het toch allemaal zinloos is en dat ze dit soort zaken toch allemaal al besloten zijn. Wat zou u tegen die mensen willen zeggen? Wel, dat idee dat bestaat al heel lang, al honderden jaren. Dat is het idee waarmee ze hele bevolkingsgroepen jarenlang, soms eeuwenlang onder de duim hebben gehouden. Dat systeem is al toegepast door de kerken. Dat mensen zich niet dorsten te verzetten tegen het gezag van de kerken. Je moet zo en zo leven. En dit moet je doen en dat mag je nooit doen. En de mensen trokken zich eraan, want ja, tegen de macht van de kerk kon je niet ingaan. En toen kreeg je de macht van de politici. En daar kon je ook niet tegen de kerk gaan, want ja, die zaten in gemeentebestuur, die zaten in landsbestuur, die zaten in God weet wat voor bestuur. Dus daar moest je ook niet hard tegen protesteren, anders werden ze vervelend. Dus die angst is altijd onder de mensen aangewakkerd. De angst voor de hogere macht. Maar het is allemaal flauwekul, want ik heb ze leren kennen van dichtbij. En die hogere heren stellen geen moer voor. Helemaal niks. Op het moment dat je ze meeneemt naar de plaats waar werkelijk gewerkt wordt, in de operatiekamers, trekken ze wit weg van de ellende. En vragen na een kwartier wanneer de koffie komt. Dat is het. Dat zijn ze. En als je ze dan nog eens een keertje als patiënt hebt gehad, dan zie je hoe klein die mensen in werkelijkheid zijn. Dan is het niks meer. Dan is het gewoon een hoopje ellende die in angst zit, die bang is voor zijn eigen hachje.